super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Vandaag, zoals je al in de titel hebt kunnen zien, gaan we op dressuurwedstrijd. Ja. Dit is Sophie. En die gaat met Flika ook op dressuurwedstrijd. Ja. Voor Spanjer is net gewassen. Die is weer helemaal schoon. Echt heel schoon. Ja, hè? Loeke heeft haar staart gewassen. Credits naar Loeke, want de staart is echt heel wit. Yeah. Dus dit is Julius hun kast. En ik ga met Julius zijn hoofdstel starten, denk ik, bij Banjer. Ze loopt hier ook best wel chill op. En ik vind hem gewoon veel mooier voor de dressuur. Sophie is flink aan het wassen. Ik heb ondertussen een appelvlam. Ik moet even suiker binnenkrijgen, want... Ja, is zo vies, hè. Ja. Nou, aan deze kant is het schoon, maar aan de andere kant echt allemaal stront. Yeah. Ja, flink. Ik ga vandaag met Kim mee, met Bandje. En ze heeft ook wedstrijd. Oh my god, weet je, ik heb je proefje zitten doen, dat was echt een probleem. Wat? Dat was echt een probleem. Weet je hoe snel ik moet gaan lezen? Ja, heel snel. Nee. Ik had de bak uitgetekend en toen ben ik gewoon oh my god. Ik moest de proefje doen. Eeuw! Dat is verdomme! Zie? Waar je er zelf bang voor. Wat is dit nou weer? Hij doet het niet meer. Ja. Jules kreeg les in hoe die zijn hals eraan moet. Moeder Kim geeft hem wel even uitleg. Die ze dik zijn. De actie. Terug. Wij zijn aangekomen op het wedstrijdterrein. Fleur gaat even de staartvlecht eruit halen, want die moest natuurlijk wel schoon blijven. Hier is Banjer. Ze is echt super braaf, dus ja, we gaan zo lekker rijden. Banjer voelt echt super fijn aan tot nu toe. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat. Want meestal gaan de wedstrijden niet zo goed en de trainingen dan weer wel. Maar ik ben benieuwd hoe het vandaag dan is, want volgens mij is er wel zin in. Maar vorig jaar ging het toen ook zo goed toen we hier waren, wist je nog? Ja, toen was ik nog vierde geworden volgens mij. Ja, toen waren we best vervoegd. Dus al die grote vuurpaardjes. Ja. Toen ging het ook best goed.
een proefje gehad. En voor de eerste keer L1 voelden ze echt super fijn aan. We hebben nog echt heel veel puntjes. Zoals het wijken, de overgang, arbeidsgelop, zeg maar na het verruimen en dat soort dingen. Maar ik vond dat echt super goed. Deze pak ik echt super goed op voor de eerste keer. Ik kon er ook gewoon lekker rijden. Maar ik ben echt super trots hoe het ging voor de eerste keer. En ja, ze deed gewoon echt super goed. Wat vind je dan van Fleur? Vies. Auw! Mijn vinger! Er is daar ook gewoon een proef bezig. Gaat zij niet eens keihard schreeuwen. Kijk, je krijgt hem nu helemaal. Riep maar op. Nou, ik ben meegaan met Kim om te groenen. En Banja vindt het vies gemaakt. En ze beden mijn vinger. Best wel hard. Maar oké. Ik heb net het proefje voorgelezen. Het was mijn eerste keer een L-proefje. En ik vond het best een opgave. Want het gaat echt fucking snel. En ik las dus de eerste keer het wijken dus ook al verkeerd voor. Maar oké. Het is allemaal goed gekomen. Het zag er zover ik kon zien. Want ik moest heel snel lezen. Heel netjes uit. Banja liep netjes. En Kim zat netjes. Ze keek niet naar de grond. Ik was trots, jongen. En het jury vond Banja. Ik kwam zeg maar aan. En toen vroegen ze echt zo. Ja, jij rijdt toch ook eventingwedstrijden? Ja. Maar ze gaven echt heel fijn opbouwend commentaar. Want ik mocht nog met ze praten, zeg maar. Dus dat was echt heel fijn. Ja, dat was echt wel chill. Dat deden ze vorig jaar niet. Dus dat was wel chill. Tot je dan nu echt dat fijne commentaar kreeg. En ook meteen weet wat je fout doet en wat je punten zijn. En de jury, Kim was het helemaal eens met de jury. Dus dat is ook goed. Want dat heb je ook wel vaak niet. Ja. Dus ja. Oh, ik ben de grootste stresskip ever trouwens. Ik stress eigenlijk dan Kim op zo'n moment. Maar ik vind het ook heel leuk om mee te gaan. Gewoon om te zien hoe ze vooruit gaan. En ik heb thuis toch niks te doen. Dus ga ik mee. Mooi commentaar. Ja, toch? Oh, ik heb het. Er zijn echt twee grote dozen. Het ziet er niet uit. Oh. Eeuw, kijk hoe vies mijn dikke bank. Ik heb 105,5 punt. Oké. Ik ben best wel tevreden met de punten kloppen ook wel van wat ik dacht. En ik was ook wel met de jury eens. Toch netjes, nu nog. Koekjes gekregen en een rosette. Alsof Banja niet dik genoeg is. Grapje! Je moet even je voorflik zien. Oh ja! Je voorflik, hier. Zo, dat is toch echt helemaal niks. Eet smakelijk, topper. Allemaal hartjes voor de liefste pony. Ik ben echt heel tevreden met over hoe Banja het vandaag deed. Dus ik ga de vlog nu ook afsluiten. Morgen ga ik met Julius op wedstrijd, maar er komt een aparte video over. Want is dat leuk? Dat was wel leuk. Als je deze vlog nou leuk vond, doe dan even een blauw duimpje omhoog voor Fleur. Abonneer even hieronder en laat even een leuke reactie achter.